Duitsers gekomen. In 1957 werd het vliegtuig dus afgetankt door de Amerikanen. En toen werd hij verkocht met 1000 uur erop. Dus 1000 uur gevlogen. Dat is echt bijna niks in die 13 jaar. En toen bracht hij $1110 op. 1110. Neem dat bedrag in je hoofd. En zet er, maak van die 1 de eerste 1 in 2. En zet er 3 nullen achter. En weet je wat de waarde op dit moment van zijn vliegtuig is. Rond de $2 miljoen moet hij kosten. Zo'n Mustang. Maar dan heb je ook dit. Het is een prachtig, schoon en clean ontwerp. Zonder al te veel frutsels zitten eraan. Het is gewoon recht toe, recht aan. Maar op een hele mooie manier gedaan. In de jaren 60 en 70 heeft de firma Piper, u weet wel, van de Cup, nog geprobeerd om Duitsers en turbinemotoren erop te zetten om ze dan te kunnen verkopen aan armere landen. Dat is gelukkig niet doorgegaan, want dan waren die kisten allemaal op. Nu vliegen er dus nog enige tientallen en ze worden bijvoorbeeld in Amerika, maar dat haalt u nu niet meer, omdat de brandstof die we tegenwoordig tanken, die is langs zoveel potentie niet meer. Er wordt een soort brandstof in, maar er zijn Merlins gebouwd, later in de oorlog, die 2500 pk opbrachten. En in Amerika voeren ze ze dan op voor die race. En dan komt er dus rustig 2500 pk uit. Nou, dat gaat hij, maar die blazen ze dan ook gewoon op en in de zonde van de motor. Nee, die motor heeft, daar zijn er duizenden van. Want die motoren zijn bijvoorbeeld ook gebruikt als noodmotoren in ziekenhuizen, in generatoren en in tanks en in op de zeeboot. Patrick Merlin of de Rolls Royce Merlin. Jan? Nee, het valt allemaal enorm mee. En inderdaad, ik kan het donker zeggen. In het westen van het land is het behoorlijk aan het regenen. En op het moment dat ik het IJsselmeer oversteekt en Friesland bereikt heb, dan zwakt het allemaal af en buigt het af naar het noorden. En de geheimzinnige hand stuurt de wolken naar de Waddenzee en zorgt dat wij in ieder geval gevrijwaard blijven. Tot nu toe in ieder geval zeker het komende half uur ook nog wel van de waterdruppeltjes. En dat is maar goed zo, ook. Zo heb je dan toch nog eens wat in die vriezen. Ja, kan vriezen, kan dooien, maar nu kan het in ieder geval niet regenen. Waarmee Jumping Jack deze barrel roll maakt. En dan gaan we dus lekker op volle gang. IT-integratie, bedrijfsintegratie. Zij zorgen ervoor dat uw IT-systeem veilig werkt. Heb je dat nodig? Maak het doen door Q&A. En wij willen ons als liefhebbers van deze prachtige opleiding in de tuin laten om onze vrienden helpen die keihard werken over de hele wereld voor Amref Flying Doctors die in Gaia onder de meest ongelofelijke omstandigheden mensen vervoeren daar, niet als een vrolijke airline in de Ryanair-traditie, maar om ervoor te zorgen dat mensen naar ziekenhuizen kunnen, dat levens gered worden. Amref Flying Doctors, die dat allemaal doen voor pinda's. En dat u het vast wordt om ze te helpen om hun vliegen te doen. En daar gaat u dan, dames en heren, een van de hoogste punten van vandaag. De Super Bowl Spitfire. En die gaat naar de holding toe om straks het demo display te vliegen. Hier, voor ons is het wachten. Aan de rechterkant komt hij eraan op volle snelheid, de Bearcat. Kijk, wat een snelheid daar is. Moetjes.
Dit soort vliegtuigen, een geweldig spektakel. Als u dat een keer kunt meemaken, dan waan je gewoon 50 jaar terug in de tijd. En Stephen Gray zei ooit, toen ik hem vroeg, waarom doe je dit? Ach, zei hij, ik heb leuk wat geld verdiend. I could spend it on women and whiskey, maar ik doe het maar. Ik geef het maar uit als vliegtuigen. En hij omarmde zijn niet geringe vriendin. Carolyn. Ja. Carolyn. Peter Kinsey, die is chief pilot van de Fighter Collection. Ze hebben daar 12 vliegtuigen die helemaal nog actief zijn. Vroeger hebben ze nogal veel gevlogen voor films. Maar ik sprak hem net even en zei ja, een beetje teleurgesteld. Tegenwoordig komt alles uit de computer. Ja, ja, dat werd er nog gritten, maar ik heb niet gezien dat het weer gaat komen. Prachtig, echt ogende flipfiles, zonder dat ik eerst dit verleden op post gekomen is. Ja. Deze kist hebben we overigens ook nog gevlogen in Zuid-Korea, de Koreaanse oorlog. En ze hebben voor de Fransen gevlogen in de Franse versie van de Vietnamese oorlog. Hij was een beetje bang dat hij niet echt de hoogte in kon, want hij had wat snelheid nodig voor zijn aerobatic manoeuvres. Dus hij zei, laat wat veel rollen en weinig loopings waarschijnlijk. Want als ik een looping moet inzetten, die gaat met 300 knopen, dat is ongeveer 550 kilometer per uur. En als ik dan hem optrek, ja, voordat je het weet, dan zie je dus een beetje warmer worden dan de voorste. En die, daar komt dan maar liefst 2100 pk uit. Je kunt je voorstellen dat een opklapbeker niet goed dat in die vleugels zit, dat het veel stevig is. Want anders zou die zomaar in de vlucht kunnen opklappen. Bijna 700 kilometer per uur van deze cat. Drummond noemde al zijn kisten cats, tiger cats, bear cats. Cats. Uiteindelijk later nog een musical over gemaakt, met allemaal vliegtuigen met cats. Mooie uit. En later hebben ze zelf een vliegtuig. Ze hadden ook een landbouwvliegtuig met cats. Een staging roll, dit is een barrelbeweging. Prachtig afgerond. Mooie lucht overigens, dames en heren, fotografen als u net zo op deze bearcat. Ooit heeft er zo'n bearcat het wereldsnelheidsrecord voor schroefvliegtuigen gevlogen. Meer dan 850 kilometer per uur door Daryl Greenemeyer, een vrachtwagenchauffeur uit Amerika. Ja, serieus. Ja, mooi is dat. Die hebben dan enorme teams, die sluiten maar die vliegtuigen. Er gaan er 4000 pk motoren in en dan enorme propellers. En dat is gewoon gas en kijken hoe lang het gaat. En dan hebben ze natuurlijk gezien de Lyle Shelton, ik net overleden, de pionier met de Bearcat in Reno. Die heeft aan de wedstrijden, de snelheidswedstrijden, de racewedstrijden, ja, Rare Bear, op 4000 pk in zo'n vliegtuig. Dus dat is bijna twee keer zoveel als dat hierin zit. Als hij een beetje te hard ging met deze vlieg, dan komt de buitenpanelen van de vleugels er nog wel eens afvliegen. En dat maakt hij een stichting, organisatie die ervoor zorgt dat die oude vliegtuigen de lucht blijven. De Spitfire is natuurlijk bekend van de Battle of Britain. En vooral ook bekend vanwege die prachtige ellipsvorm van de vleugel. Als je nou aan een ontwerper vraagt van nou, wat is de ideale vorm voor de vleugel, dan is dat de ellipsvorm. Vandaar dat ze die hier hebben gebruikt. Overigens heeft dat ideale vormpje ook nog wat nadelen. En daarom is die niet verder gebruikt en eigenlijk alleen maar bekend van de Spitfire. Hij werd ontworpen door Reginald Mitchell voor de firma Supermarine. Eigenlijk in eerste instantie als een racevliegtuig. En daar is hij dus dat is een moederschap ook vaderschap van de ja, en een watervliegtuig is het ook. En toen het Engelse oorlogsministerie meende het vliegtuig de Spitfire te moeten noemen, toen is die Reginald Mitchell even gaan zitten, heeft de schouders laten zakken, heeft gezucht en gezegd, Spitfire, wat vreselijk. Maar gelukkig is dat later nog goed gekomen, omdat de Duitsers het uitspraken als Spitfire en er ongelooflijk bang voor waren.
maar wel nog iets van 20, 21, 22 jaar. 15 uur of 3 jaar in je eentje in zo'n kist. Achter 1500 pk Rolls Royce Merlin. Met twee enorme kanonnen in je vleugels. Op jacht naar de Hun. Ja, die kwamen natuurlijk naar Engeland. Die wilden na Nederland en Frankrijk ook even Engeland veroveren. In, wanneer was dat? 1941, hè? Ja. En ja, die werden dan opgewacht door voornamelijk de Spitfires, ook de Hurricanes, ook de Typhoons. Ja. Maar de Spitfire is echt een icoon. Er zijn er ook meer dan 20.000 van gebouwd. En over die Battle of Britain, daar is... Daar is natuurlijk veel over geschreven, veel over gezegd. De bekende uitspraak van Winston Churchill. Bloed, zweet en tranen, daar moest het land mee verdedigd worden. En vooral ook wat de vliegers betreft. Nog nooit hebben zoveel aan zo weinigen zoveel te danken gehad. Want uiteindelijk hebben de fighter pilots, dus de gevechtspiloten van de Royal Air Force ervoor gezorgd dat de Duitsers nooit aan een invasie van Engeland zijn toegekomen. Deze Spitfire van de type Mark 9B heeft in 1943 is hij gaan vliegen. En totaal heeft ze met de Zuid-Afrikaanse piloot Henry Lardner Burke 7,5 kills op haar naam staan en 3 schadigingen. Dus dat is wat gepresteerd is door haar naam staan. Wat vliegtuigen in dit soort gevallen voor de vrouwen. Ik heb veel meer vertellen over deze Mustang. Want dit was ooit de H105. Zegt u helemaal niks. Deze kist heeft in het eind van de jaren 40 gevlogen voor de Nederlandse luchtmacht. Oh, kijk eens aan. En waar was die dan gestationeerd? Hier op Leeuwarden? Dat vermeldt de historie hier even niet. Wat wel vermeld wordt is dat hij later verkocht is aan de Belgen en toen nog Brusten en Kokzijde heeft. Oh, hier zie je dat dit bij de vloer. En ook daaronder weer, net als bij de Mustang, heb je van die bakken die eronder gaan rijden. Dat is in ieder geval één oliekoeler en een luchtkoeler. Ja, die motor was vloeistof gekoeld, hè. Dus die moest, de vloeistof moest ook gekoeld worden. Er zaten dus op Fred & Whitney motor, een beetje de heren uit en roken daar was de vlakplein. En die had drie stappen te stijgen. Zijn jullie een beetje aan het uitroken? Op deze vliegtuig. Dames en heren, een zeer unieke formatie van de Spitfire, de Mustang en de Grumman Bearcat. Welkom op de Oostland Airshow, een unieke airshow in Nederland. En wij doen het. Ik voel de zon. Dan moet je opschieten, Sterren. Oh ja, nou ben ik wel heel erg van het geloof. Ik wou zeggen, dat ze van de afdeling Dubai'se klem houden. Wat was er nou met die koelers toch? Ik begreep dat er bij de Mustang de koets niet te dol meer, niet te veel dwarswind meer. Je ziet ook dat, zeker die Spitfire, kijk eens hoe dicht die wieltjes bij elkaar staan. Dus er is niet erg veel. Die kist is ook niet gebouwd voor dwarswindbanen, die is niet gebouwd voor betonbanen. Die is gebouwd voor grote grasvelden, vierkante ronde grasvelden, waarop die kist onder alle omstandigheden kon landen. Maar kijk eens even hier, dit is een soort gespier. Kijk, hier zie je dat landingsgestel van die Mustang, dat zit veel verder uit elkaar dan van de Spitfire. Dus dat maakt het alweer een stuk makkelijker, ja. Maar dan wel op de schaal van vervelend en heel vervelend. Ziet de kap is open. Allemaal, hè, die kap is open. Om een knikkende vleugel te maken. Bij Grumman hebben ze gewoon de poten wat langer gemaakt. Maar ook hier is het ontzettend lastig weer om over die enorme motor heen te kijken. Probeer maar te kijken waar die cockpit zit en hoe die motor eigenlijk het zicht helemaal afdekt.
Dus vanaf hier is weer op de tast gewoon rustig afvangen. Kijken wat er gebeurt. Een klein stukje en up, dan staat hij aan de kop.